Hoi, we hebben een recept gekregen van Beb. En Beb die gaat een selderij soepje maken. Ik heb de ingrediënten voor je. En ze vroeg aan ons van, joh, kan ik dat nou op een of andere manier gezonder maken? Nou, dat kan, uiteraard. In haar soep, wat ze graag maakt, doet ze 2 groentebouillontabletjes, een knolselderij van ongeveer 400 gram, een aardappel, een ui, een potje finesse voor verrijken van 200 ml, 150 gram blauwe aderkaas, een half zakje verse peterselie en ze neemt erbij een bruin stokbroodje. Nou, en haar vraag aan ons was van, joh, hoe kan je dat nou gezonder maken voor een gezonde leefstijl? Nou, dat kan. Het is op zich al een heel lekker soepje en redelijk gezond. Als ik de ingrediënten even doorloop, de groentebouillon tabletjes. Daar zit vaak heel veel zout in. Daar moet je even goed naar kijken dat daar dus geen zout in zit. Want dat zou echt zonde zijn. Want dat is vaak zout met een paar kruiden. Ja, dat heeft dan geen zin. Doe dan even een bouillonpoeder zoeken waar geen zout in zit. De knolselderij. Het recept dat ik net noemde is voor 4 personen. Ja, dan is 400 gram knolselderij eigenlijk net een beetje te weinig. Dus als je 600 gram erin zou kunnen doen, dat zou beter zijn. Aardappeltje kan je erin doen, is denk ik wel lekker. Maar als je koolhydraat beperkt wil eten, dan is het misschien handiger om die achterwege te laten. Een ui is prima. De finesse voor verrijken, die zou je kunnen vervangen door bijvoorbeeld een paar scheppen kwark. Volle kwark of gewoon een volle room. Want in die finesse, daar zitten allerlei toevoegingen in. En kwark of room is wat minder bewerkt, dus dat is dan een betere keuze. Blauwe aderkaas, ja, dat is gewoon heel erg lekker. Ik denk dat je daar even moet vergeten dat er mogelijk dingen in zitten. Ik denk dat dat perfect is voor de bij. Goede vetten ook. Peterselie is prima. Ja, en het stokbroodje wat je erbij eet, daar zou ik ook liever een volkoren stokbrood voor nemen. Of anders wat crackers in plaats van een bruin stokbrood. En dan heb je hem helemaal in orde.